Maandag 19 augustus, een hele bijzondere dag, want de allergrootste parkeergarage voor fietsen is geopend vandaag. En Roger zit 4 jaar bij de NS. Dus daar gaan we even over praten. Eerst even 4 jaar bij de NS. Wat was op een gegeven moment de nauwkeurigheid van treinen toen jij begon 4 jaar geleden? Nou, die lag iets boven de 80%, 85% of zo. En die zit nu weer op 92,5%. Dus daar ben ik ontzettend trots op dat we heel punctueel rijden, veilig rijden. Maar 4 jaar geleden was de NS, die lag op zijn gat ongeveer. Er was 1 grote ramp, werd elke keer en moest Jeroen in de kamer komen. En nu, 4 jaar later, punctualiteit, dat is toch niet jouw ding, Roger? Jij bent toch van vergezicht de grote dingen. Hoe heb jij nou in staat geweest om die treinen weer op tijd te laten rijden? Nou, ik heb niks alleen gedaan, want ik zit hier met meer dan 20.000 geweldige collega's. Maar we hebben wel tegen elkaar gezegd, na de ellende van de Vira en na de bieding in Limburg die niet goed was gegaan, we moeten 1 ding doen en dat is gewoon waarmaken wat we beloofd hebben. Laten we ons daar nou gewoon op concentreren. Dat is het allerbelangrijkste. En ja, dat heeft dit bedrijf de afgelopen jaren geweldig gedaan. We zijn punctueel. We rijden veilig. We rijden snel. Ja, dat is gelukt. Maar ik wil even 1 lach diep. Waarom is dat nou gelukt? Wat is er nou gebeurd in het bedrijf? En wat heb je nou veranderd? Wat is er nou aan de bovenkant, aan de middenkant, de onderkant? Wat is er gebeurd waardoor dat nu kan? Ik denk het eigenlijk het enige wat ik hoefde te doen was gewoon al die kwaliteiten die er al waren, die goed te verbinden met elkaar in huis. Gewoon elkaar ook te informeren, waar staan we, hoe doen we het, zijn we betrokken op elkaars werk. Want voor de reiziger telt maar 1 ding. Namelijk, ja, als ik naar het station ga, wil ik dat mijn trein op tijd vertrekt, dat ik goed geïnformeerd word, dat het veilig is en dat die schoon is. Dat is veel beter gebeurd. Die persoon die even informatie van ons, dankzij de smartphone en dankzij is het nu app-ontwikkelingen, die gaan natuurlijk razendsnel, komt steeds meer functies op. Je kan nu ook je OV-fiets erop bestellen, je kan een zonnetaxi bestellen. Je kunt zelfs naar een hoorspel luisteren als het af en toe, en dat was al een enorm succes. Dus ja, we kruipen steeds meer in de huid van de reiziger. Goede informatie 1. Hoeveel miljard heb je besteed aan nieuwe treinen? Ja, dat is veel geld, bijna 3 miljard. En dat betekent, wij moeten dat zelf financieren. De rente is lekker goedkoop tegenwoordig. Ja, maar de rente is alleen maar goedkoop als je ook financieel gezond bent. Hè. Je krijgt alleen maar kapitaal als je ook een gezond bedrijf bent. Maar de NS zit toch zo gezond? Je krijgt ongeveer geld toe als je geld leent tegenwoordig, Roger. Nee, ja, maar dat is toch niet waar. Vincent, ik ben even heel eerlijk. Als wij geen goede rentabiliteit hebben, geen secure basis waarop wij onze inkomsten genereren, dan wordt lenen voor ons heel duur. Okay, maar lenen is hartstikke goedkoop. Dus je hebt in ieder geval dat kunnen doen zonder dat het je de bank heeft gekost. En de eigenaar, wie is ook weer eigenaar van NS? Dat is de Nederlandse staat. Dus die kan ook gewoon, die is ook, nou, in ieder geval. Je hebt veel nieuwe treinen. Zijn die ook al ingezet nu? Een deel van de sprinters is al afgeleverd. Hè. We hebben geloof ik 88 nieuwe sprinters. We krijgen nieuwe intercities. Die komen eraan. In 2022 hoop ik. Misschien 2023. Ja, dat betekent dat we ook sneller gaan rijden. Hè. De Amsterdam-Brussel wordt dan ook met de gewone trein, zeg maar even, 200 km per uur. Je hebt natuurlijk ook de Thalys. We hebben de Eurostar naar Londen erbij gekregen. En wat ik nog hoop is dat we op termijn ook echt veel sneller naar Berlijn kunnen gaan rijden. Want we moeten Europese hoofdsteden gewoon, zeker als ze redelijk dichtbij liggen, goed met elkaar gaan verbinden. Iets minder vliegen is beter voor het milieu. En de trein is een geweldig alternatief. Heb je een makkelijk getal hoeveel meer CO2 zeg maar gezonder het is om met de trein te gaan versus het vliegtuig? Nou ja, ik weet in ieder geval dat als je met de trein naar Londen gaat, dan besparen wij per trein 900 mensen 6 vluchten. En er gaan op dit moment 60 vluchten per dag naar Londen. Nou, dat betekent dat je enorm veel CO2 uit de lucht haalt. Is een trein veel CO2 neutraler of minder CO2 dan een vliegtuig? Nou, in Nederland zeker, want in Nederland rijden alle treinen op windenergie. We zijn helemaal verduurzaamd. En daar ben ik ook echt heel trots op. Dat is een van de groenste treinbedrijven van de wereld, ja, geloof ik. Hè? Ja, ik mocht het ooit een keer in China vertellen. Daar stonden mensen op de banken. Die vonden het echt fantastisch dat we dat deden. Nou, de Oostenrijkers doen het nu ook heel goed, maar dan met waterenergie. Maar bijvoorbeeld in Duitsland en in België en in Frankrijk is nog heel veel diesel. En dus is daar nog wel een wereld. En bruinkool en diesel. Wat een geweldige combinatie. Oké, okay. Dus je hebt nieuw materiaal. Je hebt goed geïnvesteerd in informatie. Wat is de derde belangrijkste? Nou ja, ik vind echt dat we in Europa
Gewoon een heel snel functionerend treinsysteem moeten gaan krijgen. Niet alleen voor goederen, maar ook voor passagiers. Ik kom af en toe in China. Je weet niet hoe hard het daar gaat. 28.000 kilometer. Ik ga de volgende maand ga ik er kijken. Van, Je valt echt uit je schoenen. En ik wil helemaal niet zeggen, wij zijn natuurlijk geen China. Hier gaat het ook gelukkig allemaal nog iets democratischer en zorgvuldiger. Maar als we niet oppassen, dan raken we echt steeds verder achterop. En daarom herhaal ik ook steeds mijn pleidooi. Laten we meer investeren, ook in de spoorinfrastructuur. Gewoon sneller verbinden. Onze steden worden steeds voller. En dan is het spoor, en of het dan metro is of tram of trein, dat maakt mij niet zoveel uit. Dat is de beste manier om te vervoeren naast de fiets. Vooral centrum naar centrum. Ja, fiets. Even ook nog even van, oké, je rijdt op tijd en iedereen is tevreden. De integratie met de fiets is ook beter geworden, hè? Ja, we hebben de OV-fiets natuurlijk, die exploiteren we in heel Nederland. Hoeveel heb je er? Nou, we hebben nu ruim 30.000 fietsen staan. Toen ik hier begon 4 jaar geleden, maakten we 1 miljoen fietskilometers met de OV-fiets. Inmiddels dit jaar gaan we de 5 miljoen fietskilometers halen. Dat is echt enorm. Okay, en die 30.000 fietsen, hoe vaak worden die uitgeleend per dag? Ja, de meeste fietsen gaan er 2-3 keer per dag uit. En dat is echt, nou ja, ik zou haar zeggen, ga bij een groot station kijken. En hier in Utrecht vandaag, ja, we hebben de grootste fietsenstalling ter wereld geopend. Echt trots, ik was echt trots. Met de staatssecretaris, met de wethouder van Utrecht, met ProRail samen. Ja, er was heel veel internationale pers. Ja, de grootste fietsparkeerplaats ter wereld, die was daarvoor, waar zat die? In Tokio. Hoeveel konden daar fietsen? 9.000. Ja. En wij hebben er hier nu 12.500. Nou, gaat het natuurlijk niet over de grootste en de langste en de dikste. Maar het staat voor iets. Het staat voor iets. En ik heb hier gezegd, kijk, in heel Europa heb je geweldige wielerwedstrijden. De Vuelta, de Tour de France, de Giro. Maar wij hebben de Tour toujours. Ja. Wij rijden allemaal iedere dag op de fiets. En dat is hartstikke goed en gezond. Ja, en als je hem dan ook goed kwijt kan bij het station, minder ruimtelijk beslag en rommelig. Ja, weet je, de mensen worden er allemaal blij van. En je hebt, zoals hier in Utrecht nu, hebben we ook een geweldige fietsenmaker erbij. Dus als je fiets niet helemaal in orde is, kun je hem zo laten maken. Als je s'avonds weer naar huis gaat, is je fiets weer klaar. Ja, ik vind het, weet je, dat is echt met de reiziger meedenken. 30.000 en over een paar jaar, hoeveel gaan we naar 100.000? Ik denk dat we naar nog meer gaan en ook naar elektrische fietsen. We gaan nu een proef starten in Amsterdam met elektrische fietsen. Het is altijd weer extra eisen, ook van de brandweer. Dus we moeten het allemaal. Maar deze is toch wel geschikt voor elektrisch? Hè? Dit is een hartstikke nieuwe. Hoe lang heb je daaraan gewerkt? 5 jaar. Hier is 5 jaar aangebouwd. Ja, dat is een mega investering. Het heeft 60 miljoen gekost. Hè? Dat is niet niks. 60 miljoen, dat betekent dus gewoon voor 12.000 maal 1000 is 12 miljoen. Dus 5.000 euro per fiets heb je nu geïnvesteerd om die op te bergen. 5.000 euro, daar kun je ook gewoon nieuwe elektrische fietsen verkopen. Maar goed, je gaat er dan nog 50 jaar mee doen. Ja, dit staat voor jaren. En je wil gaan. Kijk, je ziet ook bijvoorbeeld, we hebben nou net een heel groot bedrijf, Vodafone Ziggo. Zat in Amsterdam, is nu naast het Centraal Station in Utrecht gekomen, bij die grote fietsenstalling. Dus alle medewerkers daar hebben ook geen leaseauto meer, maar allemaal een treinkaart en de mogelijkheid om een fiets hier te parkeren. Ja, weet je, ik vind dat wel top. Ja, ik vind het ook echt top, maar inderdaad, 5.000 euro per fiets, dat betekent als je hem over 50 jaar afschrijft, nog 100 euro per fiets per jaar om hem netjes op te bergen. Maar goed, dat is. Maar als je hem 2-3 keer per dag uitleent. En voor een schappelijke prijs, want het is echt niet duur om een fiets te huren. Dan is het 30 cent per fiets per dag. En dus als je dat 3 keer doet, is het een dubbeltje. Daarom. En dan valt het echt mee. Dus je moet wel denken. Het is goed. Jullie investeren. Toegevoegde waarde voor de klant. Ja, okay. Daar gaat het om. Dus fietsen, dat gaat hartstikke goed. Jij bent überhaupt met die mobiliteitsalliantie ook bezig met verregaande vormen van integratie, openbaar vervoer. Je kijkt ook naar zelfrijdende auto's, daar zijn jullie natuurlijk mee bezig. Wat kunnen we daar nog verwachten van integratie? Nou, met de mobiliteitsalliantie hebben we gezegd, we moeten in Nederland echt denken van die steden groeien overal door. Niet alleen in de Randstad, geldt ook voor Groningen, voor Maastricht. Weet je. En dan moet je gaan nadenken over hoe je bereikbaarheid van dat centrum zo goed mogelijk gaat organiseren. En dat betekent niet eindeloos auto's meer naar binnen, want dat is veel ruimtebeslag, ook niet echt milieuvriendelijk. Creëer nou wat wij noemen hubs, grote stationsgebieden waar je omheen allerlei ander vervoer kan organiseren, waar je je auto goed kan parkeren, waar je makkelijk door kan met het openbaar vervoer, of met een fiets, of met een taxi, of met een deelautootje, wat steeds populairder aan het worden is. Ik zie in Amsterdam hoe dat groeit. Iedereen zegt ook, ja, ik hoef niet per se bezit, ik wil gebruik. En ik wil dat jullie dat
faciliteren. En als ik er eentje nodig heb, moet ik er eentje kunnen huren. Makkelijk, kan ik ook weer ergens laten. En ik denk dat we rondom die stationsgebieden veel meer in dat type mobiliteit moeten gaan denken. En dan ga je niet tegen elkaar, maar juist met elkaar samenwerken. En dat vond ik het leuk in de mobiliteitsalliantie. Met de RAI, met de ANWB, met de NS hebben we elkaar echt opgezocht. En gezegd, zullen we niet meer met de rug naar elkaar gaan staan? Met de fietsersbond, zeg ik ook even, allemaal mee. Ja, en er is een verhaal uitgekomen. Dat hebben we nu aan het kabinet aangeboden. Ja, nu wachten we ook een beetje op een... De polder heeft zijn werk gedaan. Ja. Jullie hebben bij elkaar 160 miljard kilometer die jullie zeg maar in Nederland afdoen. Ja. Jij doet er geloof ik iets van 15 of zo, 15 miljard. Het spoor. Ja. Ja, ik weet niet precies uit. 15 miljard en 135 voor de auto. Dus nog steeds een factor 7. En dat dus auto moet wat minder groeien. En al die anderen, die moeten wat beter aansluiten. En die dingen, die moeten we ook niet 95% van de tijd staan te parkeren. Want dat is ook een doodzonde. Dat is zonde. Kijk, ruimte is echt veel geld waard. Zeker in de grote steden, dat zie je. Daar is ook ruimte tekort. Nou, dan moeten we ook slim zijn en zeggen... Nou, kunnen die autootjes die je nodig hebt kleiner worden? Ik vind zelf dat... Wij zijn niet tegen de auto vanuit het openbaar vervoer. Maar alleen het duurt erg lang voordat die hele vernieuwing heeft plaatsgevonden. Batterijen, oplaadcentra, noem maar op. Ja, dan kun je niet zeggen, ondertussen doen we niks aan het OV. Dat is grappig, jullie zijn het allergrootste elektrische vervoer van Nederland. En de auto die komt, wordt er nu in opgeslurpt. Zie je dat ook, dat auto's en elektrische auto's, dat ook nu langzamerhand een issue begint te worden? En dat mensen erover praten en dat ook de autofabrikanten ermee bezig zijn? Nou ja, ik vind cultureel de grootste vraag. Hè. Mensen zeiden vroeger altijd, de auto is vrijheid. En dan zei ze, de trein is dat niet. Maar je ziet nu dat de trein ook steeds meer vrijheid wordt. Vrijheid om te werken, om je internet te gebruiken, om gewoon je zaken te kunnen blijven doen. Om in een praatcoupé of in een stiltecoupé terecht te komen. Het gaat sneller, minder in de file. Het is veilig, echt veilig. En dat klop ik iedere keer weer af. Hè. We hebben gelukkig heel weinig grote ongelukken. Dat is wat je mensen wil. Ondanks dat je een veiligheidssysteem, dat jullie daar echt 20 jaar voor nodig hebben om dat af te stemmen, is ongelooflijk. Er moeten ook hoofdpijndossiers blijven, maar ik vind dat echt verschrikkelijk. Maar dat is vooral ook Europees een vraag. Hè? Ieder land doet het op een verschillende manier. Allemaal op verschillende snelheden. Ja, en ik snap best, soms zijn mensen niet erg voor Europa. Maar hier zou ik haast zeggen, doen we maar iets meer macht in Europa. Want jij hoeft het zelf niet te bepalen. Als jij gewoon zegt, dit zijn de Europese normen, dan sluit jij er graag bij aan. Dan dat je dat niet van iedereen, dat je met de Belgen moet afstemmen van hun systeem. En met de Fransen en met de Duitsers. Zo is het ook echt. Als wij grensoverschrijdend rijden, dan moet je allemaal weer kijken. Verschillende systemen, verschillende afstanden van de rails, verschillende treinen stellen. En dan denk ik, ja jongens, dat is dus, ik zeg altijd, eigen dienstregeling eerst, hè. Dat is echt bij de trein. Terwijl bij vliegen vindt iedereen het heel normaal dat je gewoon, als je opstijgt, ben je al ongeveer het land uit. Maar van die 15 miljard kilometer, zeg maar, hoeveel daarvan doe jij binnen Nederland en hoeveel daarvan zijn de buitenland? Nee, ik praat nu echt alleen over binnen. Wij rijden natuurlijk ook treinen in Groot-Brittannië en in Duitsland, hè, onder een andere naam, Abellio. Ik zeg dat bescheiden, maar we doen het echt goed. We moeten natuurlijk kijken nu met de Brexit wat dat allemaal gaat doen. Want ja, daar heb ik ook wel weer hoofdpijn van. Maar in Duitsland groeien we ook. En mensen vinden het toch leuk om een alternatief te hebben. En ja, de NS presteert gewoon goed. En ik zeg dat in bescheidenheid, niet arrogant. Maar 4 jaar zit er nu op. En is het bedrijf financieel nu ook gezond? Wij zijn tot nu toe echt gezond, maar we moeten wel echt iedere dag scherp aan de wind varen. Ja, daarom en ik wil een treinkaartje ook betaalbaar houden. Maar gaat dat nog een beetje goed, die prijzen van de kaarten? Hoe doen wij het vergeleken met de rest van Europa en vergeleken met hoeveel het subsidie die je krijgt? Nou, wij zijn, als je het vergelijkt bijvoorbeeld met Groot-Brittannië, zijn we niet veel duurder. Maar mijn ambitie zou zijn om het treinkaartje toch iets concurrerender te maken. Het is natuurlijk onuitlegbaar dat als je lang zoekt en je kan een vliegticket vinden van Amsterdam naar Barcelona voor 35 euro. Terwijl je met de trein dan 180 of 200 euro kwijt bent. Dat kan ik ook niet uitleggen. Maar inderdaad, binnen Nederland zijn natuurlijk voornaamste kilometer. Hoeveel jaar? Je hebt nu 4 jaar gezeten. Hoe lang blijf je? Zolang als het nodig is. Ja, maar ik bedoel, denk je meer aan 5 jaar, daar heb ik het wel gehad? Of 10 jaar? Of welke orde van grootte denk je? Ik doe daar nooit uitspraak over. Ik heb geleerd bij de NS, weet je, om iedere hoek ligt een bananenschil. Dus je moet heel voorzichtig je stapjes blijven zetten. Ik heb het enorm naar mijn zin. Ik vind het een geweldig bedrijf. Het is een prachtig Nederlands bedrijf. Waar we ook gewoon trots op mogen zijn. Waar iedere dag
al die mensen enorm hun best doen om ook iedereen goed te vervoeren. Nou, en de sfeer is goed, want ik op de weg hierheen vroeg ik aan de conducteur: wat vind je van die management van de NS? Moe, moe. Nou, bekeek eigenlijk gewoon. Hij was niet negatief. En ik zei: wat vind je van die Rocher? Moe. Oh, gaat wel. Weet je wel, echt gewoon van, nou, dat was. En dat vroeger was het zo, dan waren ze echt enorm. Dat vonden jullie.